De Groningse zendeling Abel Kremer is donderdagnacht in Kenia doodgeschoten bij een roofoverval. Zijn vrouw is bij de overval verkracht. De twee waren sinds 2008 in Kenia om te werken aan de opbouw van een weeshuis. Kremer was lid van de Vrije Baptistengemeenschap Groningen. De leden reageerden bij een besloten bijeenkomst geschokt op het nieuws. Ja, verslagenheid, verdriet. Mensen zochten elkaar op, huilen. Gewoon, er was gewoon heel veel emotie, gewoon ook onbegrip. Waarom kan dit plaatsvinden? Is het mogelijk dat er zoveel kwaad in de wereld is dat dit mensen aangedaan wordt? Ja. Drie mannen pleegden de roofoverval op de zendelingen. Ze waren vermoedelijk uit op geld. Ook de kinderen van het echtpaar waren bij het geweld aanwezig. Zij zagen hoe hun vader Abel Kremer werd doodgeschoten en hun 34-jarige moeder werd verkracht. De vrouw is door vrienden opgevangen. Abel en Laura Kremer zetten zich al jaren in voor weeskinderen. Abel en Laura ken ik als mensen heel oprecht en heel eerlijk, met een ongelooflijk groot hart voor kinderen. Waar ze ja, hun leven ook echt gewoon voor gegeven hebben. De slachtoffers hadden, voor zover bekend, nooit eerder te maken gehad met geweld of bedreiging. Toch wordt er vaak geweld gebruikt tegen zendelingen. De Vrije Baptistengemeenschap Groningen maakt zich daar zorgen om. Maar we zijn ons nu in één keer toch wat meer bewust geworden van, oh, dit zijn dus de risico's waar we als gemeente mee te maken hebben. En we hebben nog voor de rest nog niet verder diep met elkaar over nagedacht. Maar het zet mij wel aan het nadenken dat we, zeker voor deze mensen, dat we daar echt voor op de bres moeten staan. En ook echt nog een keer goed moeten kijken naar hun veiligheid. Abel Kremer wordt in Nederland begraven. Zijn lichaam zal de komende dagen naar Nederland gevlogen worden. Abel Kremer is 36 jaar geworden.